Margriet kennen we, maar de komende 40 minuten hernieuwen we onze kennismaking met Hans, Chris en Monique. Zij zijn namelijk de eerste die Herman van Molle gaat testen om uit te maken wie de nieuwe TV1 Denksportkampioen gaat worden. 13 weken lang duurt zijn speurtocht en dit is de eerste halve finale. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de eerste halve finale van de TV1 Denksportkampioen, reeks nummer 4. Inderdaad, vandaag zullen we voor de laatste keer deze drie vraagtekens hier zien. Vanaf volgende week is er eentje van bemand of bevrouwd. Dat zullen we meteen merken. Op ons schema, inderdaad, zien we dat we beland zijn bij de eerste halve finale. Wie wordt eerste finalist? Is dat A. Hans de Mol, B. Monique Duurlo of C. Chris van den Bussen? Hier zag u ze zoals ze toen gespeeld hebben. En hier ziet u ze zoals ze nu hier zijn. Een applausje voor onze drie mensen. En we gaan eerst even een babbel slaan. En u moet daarvoor nog eens applaudisseren, vrees ik, voor Hans de Mol. Hans, jij was de allereerste. Moest de spits afbijten in deze... deze nieuwe reeks. Dat deed je voortreffelijk, met een zeer grote voorsprong. En we gaan nog eens overlopen wat er allemaal in dat diagrammetje zit onderaan. Je woont in Schepdaal. Dat klopt. Bij Brussel. Wat doe je wat muziek betreft? Ik heb nogal een grote liefde voor muziek, laat ons zeggen. Dus beluisteren van muziek, bijwonen van concerten, dergelijke meer. Maar je speelt zelf geen instrument? Nee, ik heb er geen aanleg voor, denk ik. Dat is raar, hè? Dat je dan zo door muziek begeesterd bent. En... ja, inderdaad. Mm-hmm. Informatica is en jouw werk, heb ik begrepen, en ook een beetje jouw hobby. Inderdaad, dus ik ben te werk gesteld bij de grootste bank van het land. Welke zou dat ook weer al kunnen zijn. Mm-hmm. Ik ben daar dus bezig met het ontwikkelen van toepassingen die dus draaien op personal computers, PC's dus, die zo wat overal in het land gebruikt worden. Ja. U weet dat wij als prijs hier voor de winnaar een PC hebben in deze halve finale. Dat zal dan PC nummer 2 zijn. Oké. Okay. Wat doe je daar dan mee thuis? Wat voor gebruik je het thuis? Allerhande, maar dus meer zo het administratief beheer thuis. Zo, voor alles waar ik een ideetje heb, gebruik ik hem wel. Soms ook voor puzzelen? Niet echt. Dat is niet zo gemakkelijk, hè? Omdat in de computer allemaal... Er zijn er wel, maar die zijn dan... nogal gesofisticeerd, maar die zijn niet echt vaak te vinden. Ja. Oké, okay, ik wens jou veel succes. Dank je wel. Hans, onze tweede kandidaat, de enige vrouw in het gezelschap is dat. Dus een groot applaus voor Monique Duurlo. Ja. Inderdaad, een zeer groot applaus. Waar komen deze mensen ook weer vandaan? Uit Gorinth, een gehucht van Westwezel. Ja. Een klein dorpje. Mm-hmm. Hoeveel inwoners? Een 3000, schat ik. 3500 misschien. En hier zijn ongeveer 2400 mensen, dus... Ja, bijna allemaal. Wat ben jij? Je bent een huismoeder, een vrij populaire huismoeder. Blijkbaar wel, hè. Ja. Ja. Dan ga je toch ook veel het huis uit? Niet zo direct. Ik ben wel aangesloten bij de vriendenkring van de school. Maar verder heb ik buiten huis weinig te doen. Hoeveel kinderen heb je? Twee jongens. En hoe oud zijn die? Die zijn momenteel 15 en 12. Dan is het grootste huiswerk wat jou betreft voorbij waarschijnlijk? Ja, maar de zorgen beginnen pas, hè. De problemen? De problemen, ja. De vrouwen? De vrouwen? Nee, nog niet. Dat zullen ze je niet vertellen waarschijnlijk. Nee. Monique, jij won in een zeer, zeer spannende aflevering met één puntje voorsprong. Die memorabele aflevering 2 weken geleden. Ik zou zeggen, vandaag hetzelfde, hè? Op zijn minst even spannend. Ja, dank je. Onze derde kandidaat, dat is de winnaar, de spectaculaire winnaar trouwens van vorige week. Een applaus voor Chris van den Bussen. Chris scoorde, als ik het nog goed voor heb, 217 punten. Hè? Dat lijkt me ongeveer, ja. Een recordje te zijn. Ik heb het niet helemaal bijgehouden, maar ik verwacht zoiets. Dat ging bijzonder vlot.
Ik ga het nog eens proberen te breken. Dat wou ik net vragen, ja. Ik ga het nog eens proberen te breken. Oké, dat noteer ik bij deze. Nog even overlopen wat daar staat. Pakjes, dat heeft met jouw beroep te maken. Ja, ik ben dus eigenlijk een koerier, zoals men dat noemt. Maar geen sneldienst. Ik heb een eigen bedrijf, dus... Maar... Kom je vaak zelf in een ongeluk terecht of ben je een voorzichtige rijder? Ik heb nog geen enkel ongeval meegemaakt het laatste jaar, sinds ik dus zelfstandige ben. Ja. Maar ik kom er wel veel tegen en dan denk je wel even na. Ja, ja. Maar ik denk dat als je elke dag, hoeveel rijdt? Een uur of zes, zei je vorige keer? 300 kilometer per dag. Per dag? Per dag, ja. Dan krijg je toch een bepaalde ervarenheid. Hè? Ja, je voorziet veel fouten van andere chauffeurs. Dat wou ik net vragen. Hè? Je gaat dan waarschijnlijk niet agressiever gaan rijden, maar integendeel, defensiever. Je rijdt defensiever, ja. Ja. Oké, en als dat nog niet genoeg is, dan rij je ook nog eens tijdens de nachtelijke uren overal door de veldwegels? Ja. En we rijden al eens verloren, dus... Is dat alleen zo'n rally? Nee, dat is steeds met een navigator. Meestal is dat mijn vrouw of anders een vriend. Mm-hmm. Zijn het echt veldwegels of zijn het toch nog... Het zijn allemaal bereidbare wegen. Ja. Er zullen geen wegen met putten in komen, maar wel kasseiwegen. Ja. En allemaal buiten de agglomeratie, dus we hinderen niemand. Oké, we gaan het spelletje spelen. Zoals altijd is een halve finale een zeer spannende wedstrijd. Ik hoop vandaag ook hetzelfde. Speel dames en heren thuis met veel plezier zelf mee. We starten met spel nummer 1. Het kruiswoord, uiteraard. 11 horizontaal, 3 letters voor. Pro. Pro, Chris, is juist. 14 horizontaal, strafwerktuig. Hans? Roe. Roe. 3 verticaal, invoer. Monique? Import. Import. Ze hebben allemaal gescoord. 4 verticaal, boodschapper van God. Monique? Apostel, maar dat klopt niet. Nee. Hans? Profeet. Een profeet, boodschapper van God. 5 verticaal, een vat met hengsel. Hans? Emmer. Een emmer. 15 horizontaal, oxidatie. Monique? Roest. Roest. 8 verticaal, hoogmoed. Chris? Nee. Pas. Monique? Trots. Trots. Hoogmoed, ja. 12 horizontaal, zware hamer. Chris? Moker. Moker. Mokerhamer, juist. De grootste, op 1 horizontaal, een vogeltje. Ja, Chris. Kanariepietje. Inderdaad. Prachtig. Kanariepietje. Klein, maar levert jou toch 9 punten op. 6 verticaal, deel van het gelaat. Monique. Jukbeen. Jukbeen. 17 horizontaal, aanleg. Nog eens, Monique. Talent. Talent. 2 verticaal, bevreesd. Chris. Angstig. Angstig. 9 horizontaal, ontelbaar. Monique. Legio. Legio. 7 verticaal, inwendig orgaan. Monique. Klier. Nee. Inwendig orgaan, Chris. Blaas. Blaas. Een zeer nuttig inwendig orgaan. 13 horizontaal, handeling. Monique. Actie. Actie. 10 verticaal, dat is de voorlaatste, muziektempel. Dat is voor Chris. Opera. Nee. Muziektempel, Monique. Odeon. Odeon. Ander woord voor muziektempel, Odeon. En de laatste, een vertegenwoordiger, Hans. Agent. Ja. Ook Hans pikt nog zijn graantjes mee. 3 graantjes. Een agent. Ik zei het, dit gaat verschrikkelijk snel en ook zeer, zeer goed. Dat was trouwens niet anders te verwachten. De tussenstand. Achterop een beetje, Hans de Mol, 16 punten. Ietsje verder, Chris van den Bussen 24, maar op kop Monique Duurlo met 30 punten rond. En nu spel nummer 2, dat is de woordslang. We beginnen met een muziekinstrument. Muziekinstrument. Monique. Piano. Spijt me. Hans. Cello. Cello. Daarna komt een hotelhal. Chris. Logementhouder.
Nee. Hotelhal, Monique. Lounge. Lounge. Ja. Verhaal. Chris. Epistel. Nee. Verhaal. Hans. Geschiedenis. Geschiedenis is dan weer goed. 9 punten. Land in Azië. Monique. Israël. Israël, inderdaad. Na Israël komt een herkauwer. Die je daar niet vindt, denk ik, Monique. Een eland? Ja, een eland. Een gebergte in Zuid-Amerika. Hans. Andes. De Andes is goed. Een ander woord voor wezenlijk. En dat is voor Monique. Essentieel. Essentieel. Dat levert jou weer 8 punten op. Essentieel. Keur. Hans. Elite. Elite. Elitetroepen, keurtroepen, ja. Snelheid. Monique. Tempo. Tempo. Voorstellen. Hans. Opteren. Nee, dat is waar. Monique. Opperen. Opperen. Iets opperen, iets voorstellen, ja. Geestdriftig. Monique. Enthousiast. Enthousiast. Weer al 9 punten erbij. Stadsbewoner. Monique. Stedeling. Stedeling. Het gaat goed bij Monique. Met plezier. Gaarne. Een beetje pech is dit, Hans. Graag. Graag. Een Romeins veldheer moeten we nu hebben. Romeins veldheer. Chris? Agrippa. Agrippa was inderdaad een Romeins veldheer. Genade. Pardon. Monique. Hoe zeg je? Pardon. Pardon. Wild. Chris? Ongerept. Monique? Ongebreideld. Nee. Hans? Wild. Onbehuist. Nee. Het was onbesuist. Wild, onbehuist. Heeft er weinig mee te maken. Wagen. Hans? Durven. Durven is goed. Het erop wagen. Je ziet op de lange baan schuiven. Iets op de lange baan schuiven is correct. Vijf punten komen erbij bij jouw score, Hans. Dus kijken wat de stand is voorlopig. Met 27 punten, Chris van den Bussen. Met 46 punten, Hans de Mol. Met 73 punten, Monique Duurlo. Al een ruime voorsprong. Maar nu, spel nummer 3. De speurpuzzel hebben we er ook weer in gelaten. We beginnen met een stuk grond. Een stuk grond. Op H7 en dan naar boven stond het terrein. Een stuk grond, terrein. 7 letters, een edelsteen. Ja, Monique? Op I2 diamant. Inderdaad. Diamant. Die verdwijnt op de I na. Taak. 7 letters. Taak. Beetje een moeizaam begin van deze speurpuzzel. Het stond op C7. Functie. C7, functie. Een pikante saus van 6 letters. Ja, Monique. G6, ketchup. Ja, ketchup. G6. Wat is ketchup eigenlijk, weet je dat? Een Chinese saus of een Indische saus? Ja, op basis van... Het is een gefermenteerde saus op basis van sojabonen, denk ik. Zou je moeten weten als huismoeder.
Niet hol. 7 letters. Chris. K7, massief. K7, massief. 5 letters, een dierengeluid. Chris. D3, miauw. Schaduwbeeld. Monique. Op F4, schim. Dat is fout. Hans. G4, schim. Ja, het is G4 en niet F4. Het moet juist zijn nu eenmaal. Schim. Een dierenpoot van 5 letters. Dierenpoot. Hans. A3, klauw. Inderdaad. A3, klauw. Herbergier. 5 letters. Dat staat waar, Monique? E7, waard. De waard van de herberg, ja. Een kaart van 5 letters, Chris. J6, joker. Joker, J6. En straks komt opnieuw een gezegde tevoorschijn. Volksfeest, Hans. A3, kermis. Ja, A3, de kermis. We gaan door met een sterke drank, Hans. A7, whisky. A7, whisky. En dan gaan we door met een godendrank, Chris. H1, nectar. H1, nectar. En de... Je ziet niks. Onder één hoedje spelen. Oké. Op de valrekening. Onder één hoedje spelen. 5 punten. Kan belangrijk zijn. Eens kijken. Naar de stand is geworden 52 voor Chris. Hans komt dichterbij. 65, nog steeds op kop. Monique Duurlo met 84 punten. Maar je ziet er niet zo gelukkig meer uit, Monique. Een beetje... Ik word zenuwachtig. Dus? Hoe komt het? Geen idee. Geen idee, oké. Okay. Ik kan u dan niet kalmeren, want we moeten verder met spel nummer 4. En dat zijn de visitekaartjes. Niet bepaald het meest kalmerende spel dat er bestaat. We moeten erdoor. We beginnen met het kaartje waarop staat Wiel Was. En die woont in Recht. Ja, Hans. Wisselwachter. Een wisselwachter. Correct. 4 punten. Ben de Beer. Beverlo. Dat zou 5 punten kunnen worden, Chris. Onderbevelhebber. Is goed. Onderbevelhebber. 5 punten. Aad Fiene uit Herentals. Wat is zijn beroep? Monique? Nee, ik dacht fruithandelaar, maar nee, kan niet meer. Voor 1 punt, Chris. Fietsenhandelaar. Een fietsenhandelaar, inderdaad. Lucien Draak uit Heers. Ja, Chris. Scheikundeleraar. Een scheikundeleraar, inderdaad. Weer 3 puntjes gescoord. Co Ducram woont in Rutten. Aha, dat zou spectaculair zijn, Chris. Tramconducteur. Fantastisch. Tramconducteur. 10 punten erbij en je wipt nu over Hans. Die heeft er 69, ik heb er 71. En... Monique, je hebt nu meer en meer redenen om zenuwachtig te worden, want we hadden de leiding nog steeds met 84, maar ze komen opzetten. Zet hem ook op. Els W. Krens uit Weijer. Chris. Welzijnswerker. Ja.
Ja, ik val altijd in totale verbazing als ik zoiets hoor. Welzijnswerker. Dreden dimt in Ans. Het is niet waar zeker, Chris. Middenstander. Het is wel waar. Ja, middenstander. En de leiding ook meteen, 89 punten. Ik heb er nog drie. Nick de Besch uit Leut. Ja, Monique. Beeldtechnicus. Een beeldtechnicus. Je scoort ook eindelijk, het was een moment. Beeldtechnicus. Onderaan begint zich een woord te vormen van 15 letters. Eerst nog het kaartje van Wil Raren uit Chastre. Chris. Sterrenwichelaar. Een sterrenwichelaar is goed voor 4 punten. En de laatste, WC Hapak uit Tertre. Ja, Hans. Parketwachter. Mooi. Een kilometerteller. Ja, je mag ook het woord zeggen. Kilometerteller. Uiteraard, kilometerteller. Ik wil nog een beetje uitleg geven. Een parketwachter, iemand die bij het parket werkt, bij de politiediensten. En dan nog 5 punten erbij, dat levert deze bijzonder interessante stand op. 83 punten voor Hans de Mol. 87 punten voor Monique Duurlo. We hebben een nieuwe leider, een voorlopige leider weliswaar. Zijn naam is Chris van den Bussen. 93 punten. Ja, er is 10 punten verschil tussen Hans, die derde is, en tussen Chris, die eerste is. Dat belooft. Op naar het volgende spelletje. Dat is spel nummer 5. We hebben dus nog doorlopers en we hebben nog cryptogrammen. Lekker spannend. De doorlopers eerst. Eerste opgave, nonsens. Chris. Onzin. Nee. Hans. Lari. Nonsens, Monique. Wartaal. Wartaal is goed. 1 puntje verschil. Biersoort. Monique. Lager. Lager. Vooral in Engeland wordt dat gebruikt. Lager. Onachtzaam. Monique. Nalatig. Nee. Onachtzaam. Hans. Slordig. Slordig. Onstandvastig. Chris. Wisselvallig. Hans. Wisselbaar. Nee. Onstandvastig. Wispelturig. Wispelturig is goed en levert 8 punten op. Kampeergerij. Chris. Tent. Tent. Gevarieerd. Gevarieerd. Ja, Chris. Allerlei. 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 Resultaat. Monique. Uitslag. Uitslag. Vertegenwoordiger. Chris. Agent. Agent. We zoeken nu een vrouwelijk dier. Hans. Napin. Hoe zeg je? Apin. Apin, ja. Ik had verstaan napin, maar je zei een apin. Apin. Ja, ja, oké. Okay. Apin. Een scepter. Monique. Staf. Een staf. Een deel van een potlood. Monique. Grafiet. Grafiet. De kern ervan, waar we eigenlijk mee schrijven. Grafiet. Groente. Chris. Sla. Sla. Slechts 2 punten natuurlijk. Overblijfsel. Monique. Rest. Rest. Mager. Chris. Iel. Iel. Levensonderhoud. Monique. Alimentatie. Alimentatie. 6 punten. Een buidelbeer. Hebben we nog te goed, Chris. Koala. De koala zit daar nog in.
Het oosten. Monique? Oriënt. De oriënt. Nog vier. Vuur. Monique? Leven. Nee. Chris? Elan. Elan. Elan van iemand. Delen van een kachel. Hans? Asla. Ja, de Asla. Een Indo-Germaan. Zoeken we. Indo-Germaan. Wat is Monique? Kelt. Kelt. En de laatste, sluitmiddel. Chris? Dop. Een dop. Daar zijn we vanaf. Maar niet voor goed, want we hebben nog één spelletje. Kijken naar de stand net voor de cryptogramma. Dit is de stand. 92 punten voor Hans. Chris van den Bussen, 112. Opnieuw aan de leiding, Monique Duurlo, 126 punten. Ja, dat zijn de laatste aanmoedigingen. Het zal nodig zijn. Iedereen kan hier winnen. Ik informeer je hoe het geweest is met de cryptogrammen in jullie respectievelijke rondes, Hans. Zo en zo. Nee, hoeveel heb je te doen? Want ik weet het niet meer. Beantwoord. Geen idee, in feite. Ja. Toch een paar, hè? Toch een paar, ja. Zeker, ja. Monique, dat was bij jou, herinner ik mij, lichtjes anders. Ja, heel slecht zelfs. Ik denk dat ik er maar twee had of zoiets. Ja. Is dat omdat je het niet graag doet of was het toevallig omdat anderen sneller waren? Ik doe het eigenlijk graag, maar het ging niet vorige keer. Mm. Nu misschien beter. Nu misschien beter. Ja, het zal nodig zijn, denk ik, want ik zei het kan allemaal. En is luisteren naar Chris, hoe het bij hem was vorige week? Een stuk of 5, 6, denk ik, dat ik er had. Dat is voldoende, zou het zijn in dit geval, denk ik. Oké, jongens, we gaan eraan beginnen. Spel nummer 6. Normaal beginnen we met een cryptogram van 4 of 5. Het is halve finale, we beginnen hoger. 7 letters. Meteen tegen de vlakte. Monique. Sorry. Afgrond. Nee. Chris. Omgaand. Omgaand. Ja, een omgaand schrijven. Omgaand schrijven, meteen schrijven en tegen de vlakte gaan. Omgaan. Ja. 9 letters. Door een lezing slecht geworden. Hans? Conversie? Nee. Misversie? Nee. Ja, Chris. Perversie. Juist. Perversie. Door een lezing, door, per, een lezing, een versie. En iemand die slecht is, is een pervers iemand. 9 letters. Het vreedzaam bestaan van een schilder. Chris van den Bussen. Stilleven. Mooi, mooi, mooi. Spreekt voor zichzelf de oplossing, maar jij moet het maar vinden natuurlijk. 9 punten scoort hij daarmee en hij neemt de leiding over. 10 letters. Zwaar bewolkt. Hans? Kunstlicht? Nee. Chris? Luchtdicht. Luchtdicht. Zwaar bewolkt, de lucht zit dicht, luchtdicht. 4 bij. 10 letters, geen voorstelling of een voorstelling. Chris? Toneelspel? Nee. Hans? Toneelstuk. Toneelstuk. Kan je die even uitleggen, Hans? Ja, als een voorstelling is een toneelstuk, maar als het toneelstuk is, dan is er geen voorstelling. Zo is dat. 12 letters. Riskeren nudistenparen. Riskeren nudistenparen. Ja, Monique. Blootstellen. Prachtig. Blootstellen. Die moet je dan ook even uitleggen. Nudiste paren zijn bloot te stellen. Bloot te stellen, ja. Een stel, een paar, bloot te stellen. En iets riskeren is zich bloot te stellen aan iets. Ja. Je hebt nu weer de leiding. 137, 133 voor Chris en Hans heeft 96. Kan. 12 letters. Wasdag.
Hans. Groeiperiode? Ja, het was wachten op nog meer informatie. Die O heeft hem het gedaan. Een groeiperiode. 3 punten. Ruimte voor meer geld. Ja, Monique? Opslagplaats. Mooi, opslagplaats. Een ruimte, een plaats en als je meer geld wil, moet je opslag vragen. Een collectebus. Monique? Geldtransport. Geldtransport is goed. Een frisdrank van 13 letters. Monique? Koelvloeistof. Nu komt het toch op temperatuur hoor, inderdaad. Koelvloeistof. Ja, wat de vorige keer niet zo goed ging, gaat nu bijzonder goed. Maar ik heb er nog wel een paar. 1, 2, 3, 4 heb ik er nog. Sportaandoening. Hans? Voetbaluitslag. Ja, voetbaluitslag. Uitslag krijgen en een aandoening, is goed. Die dief zingt mee op vastenavond. Chris? Carnavalskraker. Goed, carnavalskraker. Die dief, iemand, een kraker dus, hè, vastenavond, carnaval. Nog twee dus. Die atleten gaan van hun stokje. Ja, Chris. Estafettelopers. Is goed, estafettelopers. Even de stand bekijken, want ik heb er nog maar eentje. 108, Hans, die mag het vergeten. Chris 154, Monique 166. Dat zijn, als ik goed kan rekenen, 12 punten verschil. Ja? Ik heb hier het laatste cryptogram liggen. Dat telt 16 letters. Stilte overal, want dit is beslissend voor onze eerste finalist of finaliste. Hier gaan we. Gebruik maken van tolwegen. Ja, Chris. Betalingsverkeer. Maar het is te laat, maar het is goed. Betalingsverkeer. Jongen, jongen, jongen. Net zoals 2 weken geleden. Maar deze keer is het Monique die het pleit hier wint. Even overlopen nog. Hans 108. Chris 163. En amper 3 puntjes meer. Maar het is genoeg ook weer deze keer. Proficiat, Monique Duurlo. Als we afscheid nemen in een halve finale, dan doen we dat iets krachtiger qua prijs ook. Ik moet afscheid nemen van Hans. Ik moet ook afscheid nemen van Chris. Dat is jammer, hè? 3 punten. Hadden we een execo gehad, hadden we nog iets bij moeten doen, nog een cryptogram. Zullen we opnieuw beginnen? Ik zal het eens vragen, maar ik denk dat het niet zal kunnen. Nee, het is... er wordt soms gezegd cryptogram beslist het, maar het zijn 3 of 4 puntjes. Kan even goed 1 woord zijn in de woordslang of in de speurpuzzel die het hem doet. Hè. Afscheid nemen is eigenlijk iets volumineuzer. Jullie krijgen allebei, als dank voor het meespelen, de nieuwe Van Dalen. Dit zijn de handwoordenboeken van Van Dalen allemaal. Fijn. Ik zeg wel nieuwe, maar dat is niet, we bestaan al een tijdje natuurlijk. Frans, Nederlands zag u daar en al de rest. Een hele boekenkast vol. Bedankt, heren. En we hebben al 1 dame voor de finale. Dat ziet er goed uit. Monique Duurlo. Je hebt een patent op dat soort finales hier, hè? Altijd nipte, ja. Ja.
Vorige keer was het 1 punt, nu zijn het er 3. En in de finale heb je al... Het is aan het stijgen, hè? Het is aan het stijgen, ja. Volgende keer 5 dan of zo. We hebben voor jou ook een prijs, uiteraard. Monique, ik heb het al een beetje gezegd. De fameuze PC krijg jij zomaar eventjes mee naar huis. En dames en heren, u kan diezelfde PC ook winnen, want bij uw dagbladhandelaar kan u het wedstrijdformulier gratis aanvragen, een beetje speurpuzzelen en dan wint u ook die fameuze PC. Hier is hij. U heeft nog tijd tot woensdag 6 januari om in te sturen. En nu maken wij een klein beetje tijd om met Monique het eindspel te spelen waar nu een iets langere reis in zit. Ja, Monique, met heel de steun van Goreind. Doet deugd, hè, als ze zo'n applaus Ja, dat doet deugd. Oké, okay. Laat nog eens horen, Goreind. Oké. Dit is wel even relaxter, denk ik. Het grote werk is gebeurd. Je bent onze eerste finaliste. Je krijgt dit al in elk geval mee. Een mini-exemplaartje van waar je nu op zit. Ik zei het, een iets langere reis. Laten we eens gaan kijken waar de reis heen leidt. Dat is Costa del Sol. 8 dagen voor 2 personen. Daarvoor moeten we hier presteren. Lijkt mij geen probleem te zijn. Zeker niet nadat wij een paar hulpletters hebben aangebracht. Daar zijn ze. 45 seconden. Ik wacht op u. 1. Halstarrig. Koppig. Ja. 3. Nageslacht. Kroos. Ja. 5. Zichtbare damp. Lassen. Ja. 7. Overdekte gang. Galerij. Ja. 9. Bergbeklimmer. Alpinist. Ja. 2. Boom. 4. Bouwstijl. Gotiek. Ja. 6. Onderwerp. Thema. Ja. 8. Spelers. 10. Vaktaal. Jargon. Ja. Plotseling is het woord. Ja, plotseling is het woord, inderdaad. Inderdaad. Ik wou het net gaan zeggen, concentreer je op het woord, maar dat deed je zelf wel. Ik vind dat je zeer intelligent speelt door dit spelletje. Elke 2 letters en dan het eerste en het laatste, zeer belangrijk. Oké, we gaan de rest nog eens invullen voor de sport. Op 2 een boom was een populier. Op 8 hadden we spelers, dat is ludiek. En al de rest was ingevuld, dus geen enkel probleem, plotseling. 8 dagen Costa del Sol, Monique. Ben je vrij op 1 maart, maandag 1 maart? Ik zal het in elk geval vrijmaken. Ja, het zal wel moeten, want dan speel jij de finale. Je bent onze eerste finaliste. Ik hoop dat het jou even goed gaat, het even spannend maakt dan als hier vandaag. Oké, proficiat. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot volgende week.